gaan weer een vlog maken op ons Paardengezondheid TV-kanaal. Het kanaal waar we eigenlijk praten over alles wat met de gezondheid van je paard te maken heeft. Dat doen we samen met Christel. Welkom Christel. Dankjewel. Het is al even geleden, hè? Maar nu zijn we gezellig weer voor jullie een vlog gaan maken. Superleuk. Nou, hoe gaat het op school eigenlijk? Ja, wel goed. We zijn nu aan het studeren voor de examens in juni, dus dan, dat is wel spannend. En het onderwerp van vandaag, daar ben ik nu ook echt voor aan het studeren. Dus in juni moet ik dan een examen maken over het onderwerp waar we het vandaag gaan hebben. Dus dat is eigenlijk... Je weet heel veel stof, het is allemaal vers. Ja, het zit lekker vers in mijn geheugen, dus dat is wel fijn. Waar gaan we het over hebben? Ja, vandaag gaan we het een beetje hebben over een vies onderwerp. Oh. Ik vind het een beetje vies. En jullie misschien ook wel, want we gaan het hebben over wormen vandaag. Wormen? Kunnen jullie je daar iets bij voorstellen? Ja, je hebt vast wel eens zo'n regenworm gezien buiten. Maar ja, daar gaan we het dus niet over hebben. Want we gaan het hebben over wormen die parasieten zijn bij paarden. En wat dat allemaal is, ga ik zo allemaal aan jullie uitleggen. Dus kijk vooral verder. Christel, we gaan het vandaag over... Ik ga even het spuugbriefje erbij pakken. Wormen bij een paard. Nou, wat jij al zei, we hadden een regenworm. En meer wormen ken ik niet. Maar heb je een ander woord voor de wormen in de darmen van een paard? Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten wormen op deze wereld. Maar niet alle wormen die kunnen kwaad voor het paard. Oh. Sommige wormen die zijn parasieten. En parasieten dat zijn eigenlijk beesten of planten, het kunnen zelfs ook planten zijn. Dieren of planten en die hebben een ander dier of een andere plant nodig om te overleven. Dus zelf kunnen ze niet overleven op deze wereld. Oh. Maar ze moeten dus een andere hebben om eigenlijk een beetje van te stelen. Eigenlijk zijn het een soort van boeven. Nee. Ja, eigenlijk wel. Dus die parasieten waar we het vandaag over gaan hebben, die wormen die parasieten zijn, die gaan in de darm van het paard. En die gaan daar eigenlijk alle voeding van het paard een beetje zitten opeten. Zodat het paard het niet meer kan gebruiken. Oké, dus dat is eigenlijk een ongewenste gast in de darmen van het paard. Ja, want het paard heeft er natuurlijk last van. En die worm die zit daar lekker gratis te eten. Ja, dus stel je voor dat ik bij jou kom eten iedere dag en ik eet al je eten op. En dan ga ik weer naar huis en ik geef helemaal niks terug. Dat is een beetje onaardig natuurlijk. Dat is niet leuk. Dus ja, dat zijn de wormen waar we het vandaag over gaan hebben. Misschien als jullie eventjes terugkijken naar onze vlog over de spijsvertering. Daar hebben we het ook over de darmen en zo. Ja. En over de vertering en hoe dat allemaal werkt. Dus als je deze vlog goed wil snappen, dan zou ik wel eventjes terugkijken. Ik zet hem even bovenaan bij dat... Ja, dus klik even op die link. Op de link. En dan komt dat goed. Juist, dus onze wormen, waar we het vandaag over hebben, die zitten in de darm van het paard en die stelen eigenlijk het eten van de paarden. Oké. Maar je ziet ze niet, eigenlijk. Nee, vanaf de buitenkant kun je ze niet zien. Dus ze zitten natuurlijk in de darm. Oh. En, je gaat me vertellen hoe we dan van die dingen af kunnen komen. Ja, dat ga ik jullie ook vertellen. En zo'n paard wordt meestal dan besmet doordat hij bijvoorbeeld de eitjes of de larven eet van zo'n worm. En die kunnen dan in de omgeving zitten, op het gras of dat maakt niet uit. En als die wormen eenmaal in de darm zitten van het paard, dan gaan ze daar ook eitjes leggen. En bij eitjes moet je niet denken aan zo'n kippenei, wat jullie ook wel eens lekker voor het ontbijt eten. Nee, dat zijn echt hele kleine eitjes. Dus die kan je alleen maar zien met een microscoop. Maar daar gaan we het zo ook nog over hebben. Dat vind ik wel leuk. Dus je ziet ze niet, maar ze zijn heel schadelijk, de parasieten. Ja, die wormen die zijn best wel groot. Dat ga ik jullie zo meteen ook laten zien. Sommige zijn heel klein en sommige zijn heel groot. Maar ja, omdat ze natuurlijk in het paard zitten en alleen de hele kleine eitjes komen naar buiten via de mest. Ja, dan moet je wel echt heel goed kijken met een microscoop naar de mest om ze te kunnen vinden. Dus ja, dat ga je niet zomaar 1, 2, 3 zien. Oké, spannend. Christel, waarom zijn de wormen nou gevaarlijk? Want jij vertelde net, als je bij mij komt eten, mag jij best wel een beetje mijn kast leeg eten. Vind ik helemaal niet erg. Maar een beetje veel de kast leeg eten, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, en dat is ook eigenlijk een beetje het probleem met die wormen. Als er bijvoorbeeld één worm is, dan is het nog niet zo'n heel groot probleem. Want een paard eet natuurlijk heel veel, maar die kan ook wel wat missen. Ja. Maar stel je nou voor dat er heel veel wormen zitten in die darm van dat paard. Ja, dan wordt het een beetje een probleem. Want eigenlijk eten die wormen bijna alles op. En het paard, die krijgt niks meer binnen.
Dus ja, wordt mager. Ja, die wordt mager. Hij heeft geen energie meer. Hij kan niet meer goed groeien als het een jong paard is. Of ja, hij heeft niet meer zo veel energie om te rijden. Wordt mager inderdaad. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet goed. Dat is natuurlijk allemaal ongezond. Dus ja, dat kan wel gevaarlijk worden dan. En daarnaast is er nog een probleem. Want als je bijvoorbeeld heel veel van die wormen hebt, dan kunnen ze ook een soort van grote klonter gaan vormen in de darm. Ja? En dan kan je een verstopping krijgen. Dat gaan we zo ook eventjes laten zien met deze leuke nepdarm. En onze spaghetti hier. Maar ja, dan kan dus de darm ook verstopt raken. En je kunt je wel voorstellen, als het dan verstopt is en er kan helemaal geen voedsel meer doorheen. En uit? Ja, dan krijgt natuurlijk het paard krijgt superveel buikpijn. Dus die krijgt koliek. Ja, en aan koliek, dat hebben jullie misschien wel eens van gehoord, dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Daar kan een paard ook echt aan doodgaan. Dus ja, daarom is het heel belangrijk dat je op tijd weet dat je paard worm heeft en dat je hem ook op tijd kan behandelen ertegen. Oké, want anders eigenlijk als je ziet dat je paard te mager wordt en hij krijgt weinig energie, dan ben je eigenlijk al te laat dan. Ja, eigenlijk ben je dan al te laat. Dus ja. Want we kunnen aan de buitenkant kunnen we ze niet zien. Nee, je kunt ze niet. En als ze een bal in de darm. Dat kunnen we ook niet zien. Nee, dan is het al te laat natuurlijk. Dus daarom is bijvoorbeeld mestonderzoek en ontwormen super belangrijk. En daar gaan we het zo over hebben. Dus dat betekent een beetje preventief gaan we straks te werk. Ja. Moeilijk woord, maar van tevoren al bekijken. Ja, zorgen dat er niet, zoveel wormen komen dat het paard er echt last van gaat krijgen. Want dat is natuurlijk niet fijn. Je wilt je paard het liefst zo gezond mogelijk houden. Dus dat is het belangrijkste. Ja. Dat we van elkaar het meest plezier hebben. Ja, precies. Christel, je gaat nou dingetjes uitleggen. We hebben eventjes voor de kijkers die het al meer naar onze vlogs hebben gekeken. We zetten even de kleine camera erop. Dus jullie zien ons niet meer in beeld. Maar je ziet wel wat Christel nou aan het uitleggen is. Nou, Christel, vertel eens. Ja, ik ga nu eventjes laten zien hoe het kan dat een paard zijn darm verstopt raakt door de wormen. Dus dat ga ik eventjes uitbeelden met dit mooie plastic witte buisje. Dat is de darm van dit het paard. Dit moet de darm voorstellen. En nogmaals, als jullie niet meer goed weten wat de darm is, kijk even naar de vlog van spijsvertering, hè, want daar leg ik het allemaal uit. Oké, dus normaal gezien hebben we gewoon onze darm. Er zit er geen worm in. Kijk, je kan het nou zien. Hij is helemaal leeg. Ja, hij is leeg. Ik kan het moeilijk uit elkaar halen, maar hij is leeg. Oké. En dit hooi hier wat ik hier heb, die kleine stukjes, dat moet eventjes het voedsel van het paard zeg maar in zijn darm voorstellen. Okay. Dus nou, ons voedsel gaat erin. Het zijn lekker kleine stukjes. Nou, dat kneedt zo lekker verder. Oh. Het komt er gewoon uit. Yeah. Juist, dus het gaat gewoon door het buisje, door onze darm, geen verstopping. Het gaat er gewoon doorheen. Nou, dat is natuurlijk hoe we het graag zien. Zo hoort het. Nou, dan heb ik hier... Zal ik hem vasthouden? Ja. Kijk, ik heb hier een bakje met spaghetti. Oh. Dit moet eventjes onze wormen voorstellen. De volgende keer als je spaghetti eet, dan denk je aan mij. Kijk, en nou hebben we eventjes één worm. Dus er zit één worm in onze darm. Zo, ik krijg hem nu niet in. Hij wil niet. Het is natuurlijk ook geen echte worm. Prop hem er gewoon in. Nou, hij zit daar lekker. Nou, en die gaat dus lekker mee eten van het eten van ons paard. Ja, maar één zo'n worm, dat is nog niet zo'n probleem. Kijk maar. Daar zit ik mijn hand voor. Kijk, ik doe er een beetje hooi in. Nou, we gaan alsnog lekker schudden en kneden. Nou, hopen dat hij eruit komt natuurlijk. Kijk, je kan het misschien niet goed zien, maar er komen alsnog gewoon stukjes door. Dus één zo'n worm, dat lukt allemaal nog wel. Oké. Dat gaat eigenlijk wel. Maar nou ga ik hem toch even open moeten doen. Oh ja, ik help hem mee. Kijk, er zit al een beetje verstopt, hè? Daar zit hij al. Nou, dus nu komen er nog meer wormen. Die worm heeft allemaal vriendjes meegenomen. Nee, die moet je thuis laten. Die moet er even hup erin. Stel je voor dat die ook nog allemaal in die darm zitten, hè? Komt er echt, dus wat jij zegt, gewoon niks meer doorheen? Nee, dus nou zie je al een beetje dat het één grote prop van wormen wordt. Nou, darm weer dicht. Darm dicht. Ik zal er nog eens een beetje hooi doorheen gooien. Dit was de bovenkant. Ja. Nou, een beetje schudden weer. Nou, je ziet het al. Er komt helemaal niks meer uit. Oh, het zit helemaal verstopt. En dan krijgt het paard dus al
Koliek, hè? Koliek. Ja. En hij is nu al mager natuurlijk, want de darmen eten alles al op. Nou ja, de wormen hebben in de darmen... Of de wormen bedoel ik. Die hebben natuurlijk alles al opgegeten. Dus zo kan je zien hoe dat een paard eigenlijk koliek kan krijgen door die verschrikkelijke, vieze wormen. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we weer over. Even terug naar het grote beeld. Is dat goed of wil je nog iets op? Nee hoor, dat is helemaal goed. Christel, maar nou hebben we gezien dat... We hebben de darm. Dat dus die wormen in de darm zitten, maar wij zien dat niet aan de buitenkant. Nee, want als je zo naar de buitenkant aan de darm kijkt, kan je het niet zien. En daar zit ook nog je paard omheen. Maar ik zie dus, mijn paard wordt een beetje mager. Hij eet wel volop, maar hij heeft geen energie. Wat is dan eigenlijk het eerste wat je doet? Dan natuurlijk de dierenarts bellen. Ja, zeker. Maar wat kan je dan preventief daar al aan doen? Nou ja, vroeger werden eigenlijk paarden preventief ontwormd. Dus met een ontwormingsmiddel, waar ik zo meteen ook nog even over ga hebben. Maar wat er tegenwoordig eigenlijk steeds meer gedaan wordt, is dat we mestonderzoek doen. Dus als je bijvoorbeeld op een paar momenten in het jaar spreek je af met de dierenarts. Die gaat even de mest bekijken. En die moet dan onder een microscoop. En dat is eigenlijk, we doen even een plaatje hierboven. Dat is eigenlijk een soort van apparaat waarmee je heel, heel, heel sterk kan vergroten. Want zoals ik al zei, die eitjes, dat zijn niet onze paaseieren die we lekker gaan eten volgende week. Maar dat zijn hele kleine eitjes, die kan je echt niet zien met je blote oog. Dus die gaat hij dan onder microscoop bekijken. En een dierenarts die kan ook het verschil zien tussen de verschillende wormeneitjes. Oké. Ja, dus dat is heel knap natuurlijk. Nou ja, we gaan af en toe onze mest laten onderzoeken. En dan weten we zeker dat ons paard niet ziek wordt. En ja, als je paard dus wel ineens heel mager wordt... Of hij heeft bijvoorbeeld koliek. Ja, daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Ja, dus altijd de dierenarts bellen en die zal dan kijken of je paard wormen heeft en of die dan behandeld moet worden. Maar ik vind het wel handig, want ja, wat we 10 jaar geleden deden, misschien wel langer geleden, dat je standaard 2 keer per jaar of 3 keer per jaar hup zo'n spuit erin zet en je ging gewoon niet verder kijken. Je dacht dat voldoende was. Maar nu gaan ze eigenlijk kijken eerst naar de mest. Is het wel nodig om zo'n spuit te geven? Ja, dat klopt. Want ja, in principe ontwormen, dat werkt wel. Maar als we heel veel gaan ontwormen, dan op een gegeven moment gaan die wormensoorten zich zo aanpassen aan ons ontwormingsmiddel, dat ze er uiteindelijk een beetje tegen kunnen. En dan kunnen ze er steeds beter tegen. Stel je nou voor dat je paard wel een keelworm heeft en het middel werkt dan niet meer, ja, dan kun je hem ook niet genezen. Nee, en het paard krijgt niet zomaar een middel binnen. Nee, wat hij eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Dus ja, dat scheelt misschien geld en het scheelt weer medicijnen. Dus... En het is niet goed voor het paard. Nee. Voor de gezondheid van het paard. Nee, dus het maakt niet uit als een paard geen wormen heeft en jij geeft hem ontwormingsmiddel. Dan wordt hij daar natuurlijk niet beter van. Dus, nee, maar als het niet nodig is, is het niet nodig. Nee. Dus daarvoor doen ze heel vaak mestonderzoek. En ja, dus ook als je paard wel tekenen van worminfectie heeft, dan altijd de dierenarts bellen en die kan dan onderzoek doen daarnaar. En zijn er speciale laboratoriums daarvoor of doet de dierenarts dat allemaal zelf? Dat verschilt een beetje volgens mij. Dat weet ik nog niet precies, want ik ben natuurlijk nog helemaal geen dierenarts. Maar in principe leren wij nu wel dan hoe we dat moeten doen. Maar er zijn vast ook andere laboratoriums en zo, waar mensen zitten die dat heel de dag doen en die dat veel beter kunnen dan sommige dierenartsen. Dus ja, dat weet ik niet precies. Maar misschien dat dat wel gedaan wordt en misschien dat sommige dierenartsen het wel ook zelf doen, dat weet ik niet. Ik ga het eens even uitzoeken, want als dat zo is, kunnen we best eens op zo'n laboratorium gaan kijken. Ja, dat lijkt me eigenlijk wel een superleuk idee. En als jullie dat nou ook leuk vinden, zet dat dan eventjes in de comments, hè. Misschien dat we dat wel kunnen regelen dan. Daar gaan we proberen. Nou, we hadden het net al eventjes aangehaald. Maar ja, als je paard wormen heeft, dan moeten we natuurlijk ook wel iets doen om te zorgen dat we er vanaf komen. Dat we deze vieze jongens hier, die in onze darm zitten, dat die, hup, eruit gaan. Ja, vertel eens maar. We hebben nog steeds een darm met wormen. Die zit in je paard. We kunnen er niet bij. Nee, we kunnen er inderdaad niet bij. Wat is nou een manier waarvan jij zegt van nou... Nou, met het mestonderzoek hebben we dus nu achterhaald, de dierenarts. Wat voor worm dat het is. Die kan dat heel goed zien waarschijnlijk. En dan is daar ook een bijpassend ontwormingsmiddel bij.
En die dat ontwormingsmiddel dat zit eigenlijk in een soort van spuitje. En er zit ook een wieltje aan, want een groot paard die heeft meer van het ontwormingskuur nodig als een kleine pony. Dus met dat wieltje kan je eigenlijk het gewicht aangeven dat je de juiste dosis kan geven. En wat je dan doet, dan pak je dat spuitje met de juiste dosis. Die doe je zo in de mondhoek van het paard. En dan spuit je hem in zijn mond. En dan kan hij niet anders dan het doorslikken. Nou ja, en zoals ik al heb verteld, bij de spijsvertering gaat hij het dan inslikken. Komt het in zijn slokdarm, komt het in zijn maag. En dan uiteindelijk komt het ook in de darm. Komt dat weer bij de darm en dan? En dat middel wat we hebben gegeven, die maakt die specifieke worm, maakt die dood. Want we hebben nu ontdekt welke worm het is, want dat hebben we een mestonderzoek voor gedaan. Ja. En dan maak je niet zomaar alles dood. Dat gaat echt puur, want het gaat om deze worm die hierin zit. Ik ga hem eruit tolken. En dan komt hij er zo heel... Het is een lekker praatje. Dan komt hij er zo lekker hups uit. Ja, want de worm die dan eenmaal dood is, die gaat gewoon met de mest mee uit je paard. Dus dan poept hij hem eigenlijk gewoon uit. En dan kan je zelfs wel zien dat er in de mest zo van die vieze slierten zitten. Ja. Ja, nou ik hoop het niet dat wij de ponies en de paarden van de mensen die kijken, dat hier van die worm in de mest zitten. Want ja, dan hebben ze uiteindelijk eigenlijk eerst een ziek paard. Ja, als je paard al wormen heeft, is hij natuurlijk eigenlijk al ziek. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Nou ja, het liefste voorkom je het natuurlijk. Ja. Dus, maar ja, zo'n ontwormingskuur, dat werkt eigenlijk wel heel goed. Maar ja, om te zorgen dat het ook blijft werken, is het wel belangrijk dat je niet... dat werd vroeger wel veel gedaan, dat je gewoon standaard tegen alle wormen je paard deed ontwormen. Ja. Maar ja, als je paard die wormen niet heeft, of maar heel weinig, dan is dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig. En dan heb je wel kans dat de wormensoort na een tijdje gewend raakt aan ons spul waar ze normaal gezien dood van gingen. Ja, stel je voor dat dan niet alle wormen doodgaan. En langzaam maar zeker kan die wormensoort tegen ons ontwormingsmiddel, en dat noemen we resistentie. Dat is een moeilijk woord. Dat willen we natuurlijk helemaal niet. Want stel je voor dat je paard ineens wel heel veel wormen heeft. En nou, je denkt van, nou goed, ik ga behandelen. En die wormen die kunnen gewoon tegen je ontwormingsmiddel. Dan blijven ze gewoon vrolijk zitten. Dan blijven ze dus gewoon hier zitten. Ja. Ik ga ze weer even inproppen. Dan blijven ze hier vrolijk leven. En dan gaat hij op een gegeven moment super vol zitten. Maar ja, dan kan hij uiteindelijk zelfs doodgaan. Dus het is heel belangrijk dat we eigenlijk met z'n allen zorgen. Dus dierartsen die doen dat ook, hè. Die zorgen, die gaan nu ook steeds meer mestonderzoek doen en zo. Dat we eigenlijk met z'n allen zorgen dat de ontwormingsmiddelen die we hebben, dat de wormen daar niet resistent tegen worden, zodat we echt goede wapens hebben om ze te vermoorden. En doe je zo'n mestonderzoek 4 keer per jaar of 1 keer per maand? Ja, dat verschilt ook met de leeftijd van het paard. Oké. Okay. Als je daar meer over wil weten, kunnen we dan misschien een keer uitzoeken. Maar ik ben er natuurlijk nog geen expert in. Dus, maar dan gaan we, als we eens een kijkje gaan nemen bij een laboratorium, dan gaan we daar eens over hebben. Ja. Hier komen we weer op terug, deze vraag. Ja, heel goed. Hebben we nog meer vragen? Ja, stel ze, hè. Want, zet ze maar onder in de comments. Ik kan altijd even reageren. Ja, want dit zijn wel vragen die wij ook gekregen hebben van mensen die al een vraag hadden gesteld van. En daarvoor doen wij dat dus ook over de wormen. Hè? En wat je ermee moet doen en mestonderzoek. Dus ik ben blij dat je er bent en het verhaal vertelt. Christel? Ja? Je zit daar met je zit al klaar. Je zit al klaar. Ik heb een vraag. En een vraag van een kijker. We hebben het nu al gemeen over wormen gehad. En dat we de wormen kunnen in de mest kunnen zien welke eitjes en wat het al en welke soorten. Maar heb jij eens een voorbeeld van een worm die heel veel voorkomt? Of een bekende? Ja, ik heb 2 voorbeelden voor jullie. We hebben het natuurlijk vandaag alleen maar gehad over wormen die in de darm zitten. Je hebt ook wormen die op andere plekken zitten. Maar ja, ik heb dus 2 voorbeelden van wormen die allebei in de darm zitten. En de eerste is eigenlijk de spoelworm die voorkomt bij het paard. En nou, komt die. De Latijnse naam is Parascaris equorum. Dat is net een toverspreuk, hè? Van Harry Potter. Ah, dus als je even met je toverstokjes bij. Parascaris equorum. Oftewel de spoelworm bij het paard. Dat is iets makkelijker om te zeggen. Nou, en die kun je eigenlijk een beetje vergelijken met die spaghetti die ik jullie al eerder heb laten zien. Okay. Dus het is eigenlijk een beetje een. Als ze volwassen zijn, is het eigenlijk zo'n beetje zo'n ronde worm.
wel iets dikker dan die spaghetti die ik nu heb. Ja, en ze kunnen ook ongeveer zo lang worden als een spaghetti sliert. Dus ja, wat dat betreft lijken ze hier wel een beetje op. Denk daar maar zo over na de volgende keer als je spaghetti eet. Ik ga geen spaghetti maken. Oh, nee. Nou, eigenlijk is dit een worm die voorkomt vooral bij jonge paarden. Want oude paarden die kunnen er eigenlijk best wel heel goed tegen. Dus ja, je moet vooral opletten bij de jonge paarden. En eigenlijk raakt je paard besmet als ze bijvoorbeeld op de wei zijn en ze eten gras. Of ze zijn in de stal en ze eten bijvoorbeeld stro van de grond. Waar dan die eitjes op zitten van die wormen. Dus deze volwassen wormen die hebben eitjes gelegd. Die zijn met de poep van een ander paard in de omgeving gekomen. Ja, en daar zitten ze dus te wachten tot ze weer opgegeten worden door een ander paard. Nou, dan komt zo'n eitje, die komt uiteindelijk in de darm. Dan komt die uit. Net als dat een kuiken ook uit een ei komt. Ja, dan komt die... in de ontlasting zit hij. Hij zit in de... Het eitje is opgegeten door het paard. En hij zit nu in de darm. We zijn hem in de darm. Oh, de darm. Ja, onze darm. Daar zit hij in, het eitje, en die komt dan uit. En er komt eigenlijk een larfje uit. En dat is een soort van babyworm. Ja. En die babyworm die gaat door die wand van onze darm heen. Oh, daar kan ik dit voorbeeld van. Ja, dus nou, zo'n sliert is het nog niet. Het is echt een heel klein beestje. Een larf. En die gaat zo door de wand van onze darm. Eigenlijk komt hij dan gewoon in het lichaam terecht van je paard. Die zie je ook? Nee, die toelichting. Nee, die zie je niet. Nee, die zie je niet. Dus hij zit in het lichaam. En dan gaat hij eigenlijk naar de longen toe. En als je nog niet weet wat longen zijn, dat is waar wij allemaal mee ademhalen. Ja. Ja, dus nou gebruik je je longen. En een paard heeft natuurlijk ook longen om mee adem te halen. En daar gaan die wormen dan, die larven, gaan er dan naartoe. Nou, en dan zitten ze dus in die worren, dan zitten ze dus in die longen, die larven. Ja. En dat irriteert natuurlijk allemaal in die longen. Dus dan gaat het paard gaat hoesten. Dat kan je je wel voorstellen. Als jij bijvoorbeeld stof in je longen hebt, of van die vieze larven, dan ga je hoesten. Dus het jonge paard, want jonge paarden worden vooral besmet, die gaan hoesten. En daar kan je het ook aan merken. Nou, wat die larven dan dus doen, net als dat je verkouden bent en je hoest bijvoorbeeld slijm. Ja. Die larven die gaan mee met dat slijm. En dan komen ze in de keel. En dan slikt het paard ze weer in. Oh. Dus onze larven komen van de darm naar de longen. Worden ze opgehoest. En dan slikt hij ze weer in. Ja. Dan gaan ze dus weer naar de slokdarm, naar de maag. En weer in de darm. En daar gaan ze groeien en worden ze volwassen tot je zo'n vieze spaghetti sliert worm hebt. En dan gaan ze dus ook eitjes leggen. Nou, en die eitjes die gaan weer via de mest mee uit het paard. Ja, en dan zitten dus weer eitjes in de omgeving die weer kunnen opgegeten worden door een ander paard. Dus dat is eigenlijk, zoals we dat noemen, een hele cirkel die nooit stopt. Nee, klopt, die stopt nooit. Het is een cyclus, noemen we dat. Oké. Okay. Ja, dus nou, we hadden dus eitjes worden opgegeten. Gaan die larven in de darm naar de longen. Worden ze opgehoest, doorgeslikt. Nou, spaghetti sliert in onze darm. En dan worden de eitjes weer uitgepoept en dan is de cirkel rond. Oké, dus dan is dat met dat mestonderzoek aan, want daar hadden we het net over. Ja. Dat kan je ook de spoelworm, Nederlandse term noemen dat even. Ja. Die kunnen ze dus ook zien. Ja, nou ja, de worm zelf ga je... Het eitje kun je dan zien in de mest. Dus met een mestonderzoek kan de dierenarts dan de diagnose stellen. Als bijvoorbeeld je hebt een jong paard en die hoest en hij is ook mager geworden. Dan doet de dierenarts gelijk denken aan deze, onze Parascaris eekworm. En dan gaat hij in de mest kijken en dan vindt hij misschien wel die eitjes. Nou ja, en als die eitjes dan gevonden worden, dan gaan ze natuurlijk een ontwormingskuur voorschrijven. En dat werkt. Als het goed is, dan is het paard weer beter. Maar misschien een gekke vraag. Kreeg ik ook, want ik moet even kijken. We kregen ook van een kijker. De mest opruimen, dat is dan heel erg belangrijk. Ja, dat is zeker heel belangrijk. Want hoe sneller jij de mest weghaalt, hoe minder kans die eitjes hebben om helemaal te verspreiden over heel de omgeving. En ook hoe minder kans je hebt dat het paard zo'n eitje weer terug opeet. Dus ja, de mest opruimen op tijd is zeker echt super belangrijk om te voorkomen dat je paard wormen krijgt. Dus het advies is niet om de mest weer uit te rijden op het weiland van het paard. Nee, dat zou best wel een slecht idee zijn. Dat is een heel slecht idee, want dan verspreid je het weer. Ja, ja, dus zeker. Dus echt opruimen en naar de champignonboer. Ja,
tussen de rozen te doen. Ja, want ook belangrijk om te zeggen is dat bijvoorbeeld deze worm, als mensen daar een eitje van opeten, dan is dat helemaal niet erg. Daar hebben wij helemaal geen last van. Die worm die kan niks met mensen. Die kan alleen maar bij paarden. Dus als wij er champignons op eten en er zit stiekem nog zo'n eitje aan, dan maakt dat helemaal niet uit. Dan maar tussen de rozen. Ja. Nou, in ieder geval, dit was in ieder geval een leuke uitleg al. Christel, ik begrijp dat niet alle wormen hetzelfde zijn. We hebben sporen, hebben we nou gehad. Die zijn vrij lang, die zitten in de darm. Heb je nog een voorbeeld? Ja, ik heb nog een voorbeeld van een worm die in de darm leeft bij een paard. Oh, want ik zie daar weer zo'n potje open gaan. Hier heb ik tagliatelle slierten. Ik weet niet of jullie die wel eens gegeten hebben. Dat is een beetje platte pasta. En die lijkt eigenlijk een beetje op de worm waar we het nou over gaan hebben. Dat is eigenlijk de lintworm die voorkomt bij paard. En die heeft ook weer zo'n leuke Harry Potter spreuknaam. Oh. Zal ik hem zeggen? Ja, ja. Oh, goed opletten, hè? Anoplocephala perfoliata. En de Nederlandse naam is? Ja, gewoon de lintworm bij het paard. Want je hebt ook lintwormen bij de mens en bij andere dieren. Maar de lintworm bij het paard is onze Anoplocephala perfoliata. Ah. En we hebben een nieuwe toeschouwer, maar dat is... Dus keizer, dat komt omdat hij spaghetti op tafel heeft. Ja, dus jullie willen allemaal geen spaghetti meer eten straks, maar hij wel. Dus hij wel. Hier kan je de spaghetti doneren. Nou ja, oké, onze Anoplocephala perfoliata, oftewel de lintworm. Ja. Die valt het dus een beetje te vergelijken met zo'n platte tagliatella sliert. Ik zal ook nog hier eventjes zo'n fotootje van een echte lintworm laten zien. Dan kunnen jullie ook zien hoe ze er in het echt uitzien. Hij lijkt er wel echt op. Hè? Ja, hij lijkt er echt op. Ja, een paard die krijgt eigenlijk een besmetting met zo'n lintworm als die gras aan het eten is. En daar zitten van die mosmijten op. En dat zijn eigenlijk hele kleine insecten. Die leven gewoon op het gras. Daar is niks mis mee. Okay. Maar zo'n larve van zo'n lintworm, die kan daar soms in zo'n mijt gaan zitten. Okay. En als dan een paard die mijt opeet, dan komt dus de mijt met de lintworm in het paard terecht. Nou ja, in de darm zijn we dus weer. Dus we zijn weer in onze darm. Daar komt dus het larfje terecht. En dan gaat hij zich daar eigenlijk ontwikkelen tot de volwassen lintworm. En dan zien we dus dit. Dus hoe lang worden die? Ongeveer zo lang als deze sliert wel hoor. Ik weet het niet precies, maar het is, je hebt lintwormen bij mensen. Die kunnen soms echt 2 meter lang worden of zo. Maar deze is vrij klein. Dus dat is nog... Je kunt hem zien met het blote oog, maar het is niet zo'n supergrote lintworm. Oké, vertel. Want ik ben dan toch wel benieuwd, hoe lang blijven die dan in die darm? Nou ja, in principe zitten ze daar gewoon heel lekker. Want ze gaan natuurlijk mee snoepen van wat het paard allemaal eet. Ja. En zo'n volwassen lintworm, die gaat ook weer eitjes leggen. Maar een lintworm doet dat eigenlijk door aan te groeien. Net achter de kop. En dan iedere keer doet hij kleine stukjes van zichzelf met eitjes daarin afscheiden in de mest. En dan groeit hij weer vrolijk verder. En dan groeit hij ondertussen gewoon vrolijk verder. Vies, hè? Dus kleine stukjes worm met daarin de eitjes komen dan in de mest terecht. En ja, dus die mest die komt weer terug op het weiland waar het paard lekker aan het grazen was. Want hij eet daar, maar hij poept daar natuurlijk ook. Ja. Nou, en die mosmijten die zitten ook nog steeds op dat gras. Dus die eitjes die komen weer in die mosmijten terecht. En ja, het paard eet weer de mosmijt op. En zo gaat die hele cyclus weer verder, hè? Ja, ja. Oh, dat is eigenlijk hetzelfde als alle andere wormen. Ja, ze hebben allemaal een soort van cyclus. En deze gaat toevallig ook eventjes in die mosmijt zitten. Maar en, deze blijft de lintworm. Ik zeg het, ik kan die andere naam niet... ik heb ook heel lang op moeten oefenen, hoor. Dus, vertel hem eens nog een keer. Anoplocephala perfoliata. De lintworm, zeg het goed, ja. Die poept hij dan eigenlijk niet uit? Nou ja, behalve als we natuurlijk gaan behandelen. Dus de dierenarts gaat weer in de mest kijken. En die zal hem weer herkennen. Nou is het bij deze toevallig best wel moeilijk. Want soms kan je het niet zo heel goed zien met het mestonderzoek. Bij de lezen lintworm. Dus ja, soms wordt er ook wel eens aangeraden om gewoon te ontwormen tegen deze worm. Ook al heb je geen eitjes in de mest gevonden. Want dat is soms niet altijd goed te zien bij deze worm. Dus als je paard slecht uitziet en hij wordt mager, hij heeft weinig energie. En de dierenarts ziet niet in de ontlasting dat hij wormen heeft. We hebben wel een vermoeden dat hij wormen heeft. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het alsnog deze is. En dan zou het ook kunnen zijn dat de dierenarts alsnog voor de zekerheid deze ontwormingskuur geeft.
Speciaal voor de lintworm. Speciaal voor deze lintworm, inderdaad. Ja. Ja, ja, dus zo'n mestonderzoek is gewoon cruciaal voor de gezondheid van je paard. Ja, zeker, zeker. Maar ja, als je dus... Deze kan je niet altijd terugvinden, is niet 100% zeker. Dus soms wordt er wel gezegd van, doe toch maar standaard je paard ontwormen met, dat heet dan praziquantel. Dat werkt heel goed tegen lintwormen, om dat toch maar te doen. Dus, maar ja, overleg erin natuurlijk altijd met je dierenarts. Je weet het veel beter dan ik. Nou ja, zo hebben we eigenlijk ons tweede voorbeeld van wormen. Even zo'n tussendoorvraag. Jij gaat straks naar college toe en jij gaat iets vertellen over de lintworm. Ga je dit dan ook zo vertellen? Nou, ik ga niet naar college om wat te vertellen, dat doet de professor wel. Maar ik ben wel een beetje door mijn professor op het idee gekomen om dit te gebruiken. Want hij had dat ook gezegd, van je kunt het een beetje vergelijken met de tagliatella en met de spaghetti. Kijk, weet je, dus in de collegezaal worden onze vlogs nog besproken. Ja, zeker. Nou, ik denk dat ik eigenlijk alles wel verteld heb wat ik aan jullie wilde vertellen vandaag. Als afsluiter hebben we hier nog een lekker vies plaatje gemaakt. Een warme plek. Onze darm van een paard met een hele erge spoelworminfectie. Nou ja, ik zal wel aan Maaike vragen of ze ook even edit dat er ook een echt plaatje van zo'n darm hier komt. Ja, dat doe ik zeker. Maar erop. Kijk op eigen risico, want je hebt geen hoorn meer vanavond. En nou ja, dit is natuurlijk helemaal niet goed. Dit moeten we voorkomen met mestonderzoek. Op tijd behandelen, op tijd je dierenarts bellen. Die kan het beste advies geven en die kan ook advies op maat maken voor jouw paard. Nou ja. Preventief. Preventief, ja, zodat we van tevoren al voorkomen dat ons paard ziek wordt en dat dit niet gebeurt. Want ja, dit is natuurlijk heel schadelijk. De stal goed schoonhouden, de wei goed schoonhouden is heel belangrijk als je paard heel veel op de wei staat. Zorg dat de wei poepvrij is en je stalletje gewoon ook goed poepvrij. Ja. Dan gaat het 9 van 10 keer ook wel goed. Ja, en als het dan toch een keer misgaat, wat natuurlijk kan gebeuren, bel je dierenarts en dan krijg je die goede behandeling. En het is ook niet erg. Het is ook helemaal niet erg, nee. Met de behandeling komt het gewoon in de meeste gevallen altijd goed. Nou, vonden jullie het leuke film? Vond je het een interessante video? En dan, wat zeggen wij altijd? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneren op onderstaand YouTube-kanaal. En ook even dat belletje aanklikken, dat als er een nieuwe video wordt geplaatst, dat je ook gelijk een melding krijgt. Dan ben je als eerste erbij. Dat is natuurlijk superleuk om te zien. En vragen, stel ze in de comments. En dan komt dat weer bij de volgende video goed. Gaan we het voor jullie uitzoeken. Tot de volgende. Doei!